ben jij van de Supremes? Volgens de andere dames Diana Ross. Maar ja, dat is waarschijnlijk de enige die we kennen bij naam eigenlijk. Hoe noemen we iets bij anderen? Het zal degene zijn die... Die veel drinkt en zelf wil weten of hij niet, ik weet het niet. Ja! En dan lachen, ja, ja, ja. In begin waren ze met vier en dan uiteindelijk is er eentje afgevallen. En als ik mij niet vergis, was dat Florence, Betty, Mary en natuurlijk Diana. Ik vond dat de vrouwen heel klassevol waren. Ik kan er ook van genieten als ik zo van die grootmoeder zo echt opgesmokt die rondloopt met de sjaal. En ik vind dat wel een mooie periode. Alles wat in de shoot te zien is op dit moment echt te koop in de boutiques. Eva heeft iets aan van Prada. Sandrine heeft iets aan van Alexander McQueen. We hebben een aantal Belgische merken er ook ingestoken. Dus alles wat je hier ziet is effectief. Kan je gewoon, als je een vrouw bent tenminste, kan je gaan kopen. Het verandert je wel, hè, als je in zo'n kledij en dan met zo'n kapsel. Hè, dat is ook niet alledaags. Dus je raakt wel in de 60s vibe. Onbewust zit dat echt al in ons geheugen geprint. En ja, je doet daar niet veel moeite mee. Dus dat gaat vanzelf. Stop in the name of love before you break my heart. Dat moet niet zo stijf, hè? Ja. Gewoon effectief, dan ze zoiets deed. Dat was altijd zo wel iets zo. Ja, oké. Okay. Ja, dat is heel mooi. 1, 2, ja. Ja. Supremes, is dat een stijl die op dit moment terug in is? Er is altijd veel retro op de catwalk. Ik bedoel, dat keert alles keert altijd maar terug. Er is ook wel wat invloed van goud en zo dit seizoen. Dus ja, Supremes zijn altijd, denk ik. Op onze, ja. En op de Supremes. Passen jullie stemmen bij elkaar? Dat zal de toekomst vertellen. Ja, dat is niet voor vandaag. Ik vind dat fantastisch, groepjes zoals Destiny's Child of En Vogue. Dus ik zou wel heel graag eens iets met andere mensen doen, ja. Ik denk wel dat dat zou klikken tussen ons, maar ik denk ook wel dat we eigenlijk... meer solo madame zijn. Ik denk dat we ieder wel ons karaktertje hebben. En ik kan eigenlijk alleen maar voor mezelf praten. Alhoewel, Sandrine, toch? Mooi. Heel goed. Dat was wel...